Hey, en wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Je hebt het natuurlijk al aan de titel kunnen zien en aan de thumbnail. Vandaag heb ik voor jullie een Action Shop vlog. Ik heb weer lekker veel geshopt bij de Action, heel veel verschillende items. En vandaag ga ik jullie alles laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus als je er zin in hebt, doe zeker een blauw duimpje omhoog. En ga ik jullie nu alle geshopte items laten zien. Ik ga beginnen met hetgene wat hier direct heel groot voor me staat. En dat is deze grote fitnesshoepel. Deze fitnesshoepel zat in een doos, maar die heb ik direct weggegooid. Omdat het best wel een grote doos was. En ik gewoon de hoepel direct wou gebruiken nog voordat ik de shoplog op kon nemen. Maar dit is dus een fitnesshoepel. Dit is een hoepel van 1,2 kilo. Dus ik probeer dit nu met regelmaat te doen. Vaak één keer per dag. En de eerste keer was dramatisch. Het lukte gewoon echt niet. Ik kreeg er ook blauwe plekken van. Het deed zeer. En ik kon echt nog niet eens 10 seconden hula hoepen. Dus ik vond het echt verschrikkelijk toen ik ermee begon. Maar nu kan ik het gewoon, ja, een kwartier non-stop. Dus ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Ik merk ook heel erg mijn buikspieren dat ik het effectief voel werken, zeg maar. En deze kostte €7,69. En dan ga ik nu beginnen met wat kleinere items die in dit tasje zitten. Dan heb ik hier als volgend dit klembord. En een tijdje geleden toen ik bij de Action was, hadden ze echt een hele stelling vol met schriftjes, etuietjes, agenda's en dat soort dingen. En ook dit klembord. En ik vond het er heel erg leuk uitzien. Het is dus een klembord met een marmeren look. Hij is van hard plastic, zeg maar. En er zit nog een glimmend plasticje overheen. Dus die moet ik er zomaar eventjes af gaan halen. Ja, hij is van A4 formaat. Hij heeft gouden details, zoals je ziet. Waarvoor en hoe ik het precies ga gebruiken, weet ik eigenlijk nog niet. Maar hij was 1,50. Dus ik dacht, ja, ik kan hem niet laten liggen. Ik neem hem gewoon mee. En er zit ook nog hier een haakje bij. Dat je hem dus eventueel kan ophangen als je dat nog fijn zou vinden. Uit hetzelfde schap kocht ik ook nog dit set met schriftjes. Dit zijn twee verschillende schriftjes op A5 formaat. En ik vond het er gewoon heel erg leuk uitzien. Zo met deels marmer en een beetje zo'n peachy kleur. En een beetje een beige-achtige kleur en gouden details. Ja, ik vond het gewoon een heel erg leuk schriftje. En deze was maar 1 euro. Het volgende item wat ik kocht waren deze 4 balpennen. En eigenlijk had ik wel pennen nodig. En nu ik dat zeg, denk ik tegelijkertijd, ja nee, eigenlijk heb ik het niet nodig. Want wij hebben thuis echt enorm veel van die reclamepennen die je bij ieder bedrijf wat je komt, krijg je wel een keer weer een pen. En zoveel reclamepennen hebben wij thuis wel liggen. Maar ik heb zo'n intens geluksmomentje als ik gewoon met een fijne pen schrijf, die fijn schrijft. En die er leuk uitziet. En nou, volgens mij zijn dat deze wel. Ze zien er in ieder geval al heel erg leuk uit. De ene is roze en de andere beige. Met leuke geometrische vormen en zo. Dus ja, ik vond deze gewoon heel erg leuk. En ze waren maar 79 cent. Dan kocht ik ook nog dit volgende item. En dit is een lamp. En een lamp in vorm van een stolp, zeg maar. En ik zal hem eventjes uit de verpakking halen. En dit is dan de lamp. Je hebt zeg maar zo'n zwarte voet met een beetje gouden details. En dan de glazen stolp. En als je me huisvlog heb gezien, dan heb je gezien in die vlogs dat ik deze lamp dus daar kapot heb gemaakt. Echt heel stom, maar ik heb hem kunnen lijmen. Maar ja, je ziet het dus wel, maar ik dacht, ja, de ene kant is toch een beetje tegen een muur aangericht, dus het valt niet heel erg op. Maar dat was wel heel zonde, want ik had deze lamp een heel lange tijd geleden gezien in de Action. En toen wou ik echt een week later of zo, wou ik hem ophalen. En het was in één keer overal uitverkocht. En toen kwam ik bij Rebecca in Lelystad en daar was nog eentje, dus die kocht ik toen. Dus het is al wel iets langere tijd geleden dat ik deze heb gekocht. Maar ja, misschien heb je geluk en staat er in jouw Action ook nog eentje. Deze kostte namelijk maar 10 euro. Het volgende wat ik kocht is eigenlijk deze kaars. En met deze kaars wou ik eigenlijk iets gaan doen. Ik had namelijk als idee om een hele leuke DIY te maken waarbij ik dus kaarsvet nodig heb. Ik wil niet veel verklappen, want ik wil er binnenkort eigenlijk een video van maken. Maar deze kaars qua kleur, het is bijna wit, niet helemaal wit, een beetje crème-achtige kleur. Ja, deze kon ik daar heel goed voor gebruiken. En deze kostte maar 1,65. En dan kocht ik nog iets wat te maken heeft met kaarsen. Dit is namelijk een vaccinelichthoudertje met een beetje een marmeren look. En ik vind echt alles wat met marmer te maken heeft heel erg leuk. Zoals je nu ook wel kan merken, dit is volgens mij het derde item alweer met een marble look. En ik kon deze gewoon niet laten liggen. En deze was namelijk 97 cent. Het volgende wat ik kocht was dit lampje speciaal voor hardlopen. Want sinds januari ongeveer ben ik begonnen met hardlopen. En ik heb over 2 weken de 4 mijl. Ik weet niet precies wanneer deze video online komt, dus misschien is het net geweest of niet. Maar dat is mijn allereerste hardloopwedstrijd, laten we maar zeggen. Dus ik ben er best wel een beetje zenuwachtig voor, want ik hoop dat het mij lukt, dat ik het red. Maar in ieder geval, voor het hardlopen kocht ik dit lampje. En dit lampje kun je om je benen of om je arm of iets dergelijks doen, zodat je gewoon
goed licht geeft als je eventueel in het donker hard loopt. Dan wordt het wel steeds lichter en lichter in de avond, dus eigenlijk heb ik het steeds minder nodig. Maar ik dacht, ja, dit komt altijd wel weer van pas, ook als het straks over een halfjaartje weer donker wordt. Deze is in ieder geval bestemd tegen water en het lampje is gewoon heel erg fel. Dus dat is gewoon wel heel erg belangrijk. En deze kostte €1,79. En toen kom ik bij de kassa om alles af te rekenen en daar zag ik nog een heel groot schap met allemaal spullen voor in bad. En daar zag ik ook deze. En dit is een badprijsbal en deed me zo enorm denken aan een badprijsbal die ik van Lush heb geprobeerd. Dat ik dacht, ja, ik moet deze gewoon proberen. Ik vind hem er heel erg leuk uitzien met die blauwe kleurtjes en paars en een beetje geelachtig. Ze hadden best wel veel soorten. Ik denk een stuk of 4. Ik durf niet met zekerheid te zeggen. En ze leken eigenlijk allemaal wel een beetje op Lush badprijsballen. Je had nog eentje vol met gouden glitters en zo. Het zag in ieder geval allemaal heel erg leuk uit. En voor de prijs dacht ik, ja, daarvoor hoef ik het niet te laten. Deze kostte namelijk maar €2. En dit waren dan alweer al mijn geshopte items bij de Action. In totaal was ik €27,30 kwijt voor dit alles. En ik ben zelf in ieder geval heel erg blij met deze aankoopjes. En ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden om te zien. Zo ja, doe dan alsjeblieft een duimpje omhoog voor deze video. En ik zou het ook heel lief vinden als je zou willen abonneren op mijn kanaal. Dat kan op de rode button hier beneden. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Doeg!